Maar waarom zouden mensen bij AXO moeten gaan werken? Kun je dat aangeven? Wat maakt AXO aan? Uiteindelijk werk je voor mensen. Nee, pick me, pick me. Je staat natuurlijk straks, je moet een carrière beginnen. En dan wil je toch weten van nou, wat vind ik bij dit of bij dat bedrijf? Kijk, ik vind AXO natuurlijk een gaaf bedrijf. Ik werk nu 5,5 jaar. Het is belangrijk, even misschien een algemeen antwoord. Omdat anders wel erg flauw zou worden. Maar het is belangrijk dat je een bedrijf vindt wat gewoon leuk is. En dat kan een heel klein bedrijf zijn als het spannend is en heel direct en als dat je trekt. Wat mij binnen AXO Nobel trekt is dat het een hele diverse club is. We zitten in verschillende takken van sport, verschillende industrieën. Persoonlijk vind ik een maakindustrie vind ik ook wel leuk. Weet je wel? Dat ik ergens door een fabriek loop, dat we echt dingen maken. Dat je echt aan het einde staat er echt een pot verf of een zak zout of wat er ook. En mensen zijn daar trots op en die hebben daar een mening over en dat soort dingen. Dat vind ik wel leuk. Ik vind het internationale vind ik leuk. Dus ik vind dat we daardoor hele diverse teams hebben. Ook op mijn kantoor, in mijn team, zelfs in mijn managementteam zit een Fransman, een Engelsman, een Italiaanse dame, iemand die in België woont, weet je. Dus het is best wel divers. Het is heel moeilijk denk ik een gouden formule uit te doen, maar dat het uiteindelijk het belangrijkste aspect is voor mij wel duidelijk geworden. Ja. Cultuur is voor mij belangrijker dan wat dan ook. En misschien geldt het binnen een klein bedrijf nog wel sterker als bij een groot bedrijf, omdat je bij een klein bedrijf ben je zo ontzettend afhankelijk van die 2 of 3 mensen en is er op een gegeven moment geen uitweg meer. Hè? Bij een klein bedrijf is je uitweg is weg. Ja, ja. Bij een groot bedrijf kan ik op een gegeven moment zeggen van, nou ja, weet je, ik vind hier maar niks, ik heb het al een tijdje gezien, ik ga even naar een heel andere afdeling of zo, verder, weet je, ik ga naar de Hoe zorg je dan voor dat bij zo'n groot bedrijf als wat jullie in zitten, dat er toch een soort van gemeenschappelijk cultuur is, of dat het dan groeit op een bepaalde manier? Want ik denk inderdaad, bij een klein bedrijf is het wat makkelijker. Ik heb eerst ook bij een kleinere organisatie gewerkt. Toen kende ik de hele organisatie en precies iets moest gedaan worden. Toen wist ik, oh, dan moet ik daar zijn. Ja. Maar bij een grotere organisatie, ja, wij hebben nu 30.000 man. Dan moet ik hier beginnen, daar beginnen. Welke club is dat? NS, Nederlandse Oké. Ja. Ja. Dus dan moet ik weer elke keer een band opbouwen, een relatie opbouwen en dan kan ik eigenlijk pas aan de slag. Ja. Ja, aan de ene kant doe je dat door vanuit de top een soort voorbeeldgedrag te tonen. Hè? Dus heel erg in te zetten en heel erg te beseffen hoe zichtbaar je bent. Dus als jij zegt van joh, ik sta open, ik weet ook wel eens een keer iets niet. Hè? Of ik heb ook wel eens een keer vrede mee om te zeggen van joh, wat vind jij? Of ik stel me kwetsbaar op en zo. Dan kan je mensen laten zien je geeft voorbeeldgedrag. Natuurlijk hebben grote bedrijven, grote HR-afdelingen, personeelszaken die nadenken over de values voor een bedrijf en de huisstijl en dat soort dingen. Is ook best wel toonaangevend. Hè. Het is in ieder geval belangrijk. Aan de andere kant moet je ook niet altijd alles willen regelen. Hè. Dus sommige dingen zijn ook wel prima. Dus dat we bijvoorbeeld binnen AXO Nobel, we hebben ongeveer 2 keer zoveel mensen, dat daar groepen mensen zijn die bijvoorbeeld voorheen voor een bedrijf werkte wat ooit geacquireerd is, soms al 10, 15 jaar geleden, hè? Die nog steeds zeg maar, heel erg een soort subcultuur hebben en die zeggen, nee, wij zijn Marine and Protective Coatings in Noord-Engeland en oh ja, we zijn onderdeel van AXO Nobel. En misschien is dat ook wel goed. Misschien, niet tot in het oneindige natuurlijk, waar het op een gegeven moment dit wordt. Maar op een gegeven moment mag je best een soort subcultuur. Dus wat ik bijvoorbeeld doe met die 900 IT'ers. Dat is zeg maar 1 op de 50 of 1 op de 60 binnen mijn bedrijf. Is proberen een soort community gevoel te creëren. Waar mensen het gevoel hebben van, hey, ik ben onderdeel van IT binnen AXO Nobel. En niet ik ben onderdeel van AXO Nobel en ik werk toevallig binnen IT. Dus heel erg zeg maar, met datzelfde voorbeeldgedrag hopelijk. Kwartaalse conference calls te doen waarin alle 900 man zijn uitgenodigd. Video's te creëren die je post. Al dat soort dingen. Die Bravo Awards. Om die cultuur te creëren. Mag de microfoon even 2 stappen werken? Ja?